Er staat weer een competitiewedstrijd op het programma vandaag. Mijn naam is Evert de Napel en ik verzorg samen met Jurie Mulder het commentaar. De nationale dameself van Brazilië doet het de laatste jaren erg goed in wereldbekertoernooien. Ja, Brazilië is natuurlijk een enorm voetballand. Hè? En de meeste successen trouwens behalen ze in de Copa America. Die hebben ze al 6 keer gewonnen. Virginia. Eens kijken of die voorzet komt. Wie komt er met de bal uit? Dit kan een kans worden. Mooi onderschept en het gevaar is weer even geweken. Vero Boquete. Caissa. Afgeslagen en misschien een kans om zelf iets te doen. Marta. Daar gaat dan het balbezit en ze moeten er weer achteraan. Vicky Lozada. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Goeie tackle. Marta. Bal kwijt, eens kijken hoe ze omschakelen nu. Dit loopt lekker. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Kan wat worden. Uitgelezen kans om te scoren. Kans op een counter. Waar komt die bal terecht? Vrije trap in Spanje. Die sliding was niet volgens de regels. Ze probeert de bal af te pakken, maar zet haar sliding net op het verkeerde moment in. Een terechte vrije trap dus. Vicky Lozada. Jenny Hermoso. Ja, dit gaat goed. Fabiana. Marta. Virginia. Jenny Hermoso. Corinera. Dat is uitstekend voetbal. Ze laten de bal het werk doen en zo houden ze het tempo er lekker in. Voorzet geeft kans. Maakt meteen een einde aan die aanval. Vicky Lozada, de keeper redt. En de inworp gaat naar Spanje. Vicky Lozada. En we krijgen opnieuw een inworp. Formica. Vrije trap voor Brazilië. De vrije trap is alweer genomen. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Jenny Hermoso. Caissa. Marta. Plaatje hoor, deze brede paas. Brazilië mag het vanaf 11 meter proberen. Daar krijgt Vero veel voor. Dat lijkt me terecht gefloten. Die speelster komt daar veel te hard ingegleden. Terecht gefloten. Ze gaat voor de bal met die sliding, maar tuint hem net verkeerd.
penalty gaat erin. Goed ingeschoten hoor, die strafschop. Goed genomen, die penalty. Hij gaat erin. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken.